Dat het Kalinja en Lokono vonnis nog steeds niet is uitgevoerd, is niet alleen aan de regering te wijten. Zo stelt Jupta Ituwaki, voorzitter van stichting Mulukot, die de Wayanas in het Lawa-gebied vertegenwoordigt. Ze vindt dat ook de inheemsen een verantwoordelijkheid hebben. Een belangrijk aspect in het vonnis is de wettelijke bescherming van de grondrechten van inheemsen en tribale volken in Suriname. Het vonnis is in november 2015 gewezen en in januari 2016 aan partijen betekend. De deadline voor de uitvoering is inmiddels al verstreken, zegt Ituwaki. Ik heb een persoonlijke mening dan daarover dat het niet alleen aan de overheid ligt, maar ook aan wij inheemse van Suriname, dat we eigenlijk een beetje te slap zijn en dat we misschien fanatieker moeten zijn om op te eisen wat van ons is en moeten opkomen voor onze rechten. Ik denk niet dat er echt een eenheid is tussen de inheemse. Alhoewel men zegt dat we één zijn, maar de laatste tijden heb ik opgemerkt door bepaalde dingen die er gebeuren, door politiek, maar ook door eigen belang, dat er heel veel verdeeldheid is. En ook een beetje door, in het zuiden heb je heel veel mensen die alleen of Wayan of Triop verstaan, dus een taalbarrière waardoor zij ook niet echt geïnformeerd zijn over dit soort zaken. Ituwaki is ondanks alles positief gestemd en gelooft dat het wel mogelijk is de eenheid onder de inheemsen te bewerkstelligen. Ze stelt verder dat er alles aan wordt gedaan om het vonnis begrijpelijk te maken voor de inheemsen in het Lawa-gebied. Eenheid kan als we weten dat we één doel hebben en dat we weten dat als je een eenheid vormt dat je veel meer dingen kan bereiken dan wanneer je verdeeld bent en een beetje minder egoïstisch zijn. Wij zijn bezig nu van onze kant eigenlijk het vonnis en alle dingetjes een beetje te vertalen naar Wayana, zodat zij het veel beter begrijpen, zodat wij van onze kant meer dingen kunnen doen. Dat is dus Jupta Ituwaki, ze is vertegenwoordiger van de Wayanas in het dorp Kawim Hakken. En dat is in het Lawa-gebied. De Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname, FITS, zal juridische stappen en prikacties ondernemen om de uitvoering van het vonnis af te dwingen. Het is begin februari besloten op een conferentie en wel te Powakka.